Zo op het eerste gezicht lijkt dit gewoon zo'n standaard setje kerstkaarten. Maar er is hier iets bijzonders mee aan de hand. Deze zijn namelijk gemaakt door jongeren in India en in Peru. En ik ga vandaag op bezoek bij de twee Nederlanders die dit bedacht hebben. Goedemorgen. Hey, hallo. Hallo. Hi. Ik ben Herman. Ik ben Janneke. Hallo. Hi. Hallo. Ik ben Herman. Peter, aangenaam. Jullie hebben het druk hier. Wat zijn jullie aan het doen? Ja, ik ben een kerstmolen in elkaar aan het zetten. Met onze nieuwe kerstkaarten. Aha. Die gaan we vandaag proberen te verkopen. Hoe kom je nou op het idee om jongeren in een land als Peru en in India kerstkaarten te laten maken? Ja, we hebben in Peru gewoond, zo begon het eigenlijk. We hebben daar 4 jaar gewoond en ik werkte al met jongeren als vrijwilliger. Die organisatie die werkt met mensen die op de vuilnisbelt werken. En toen dacht ik, ja, het is wel leuk, dat project haalt de kinderen wel alvast van de vuilnisbelt, zodat ze naar school kunnen gaan. Maar een heleboel families hebben alsnog geen geld om die school te betalen. Daarbij zag ik dat ze fotografie hartstikke leuk vinden, want een heleboel vrijwilligers nemen een camera mee en die maken foto's van de kinderen. Maar de kinderen zelf kunnen daar eigenlijk nooit mee spelen, want mensen lopen ze rond van, oh, mijn camera, liever niet aanraken. Dus ik dacht, laat ik eens gewoon met mijn camera een leuke workshop geven, fotografie. Ja. Dus dat was een groot succes. Ik dacht, het is leuk om foto's te kijken op de computer. Maar daar houdt het dan eigenlijk mee op. Hoe kan ik dit nou iets duurzamer maken? Toen bedacht ik dus eigenlijk, ja, simpel. Van waarom druk ik ze niet op kaarten, die foto's? Ja. Probeer ik ze te verkopen, maar dan wel ook meteen met de directe link dus naar de fotograaf. Want dat is leuk voor de mensen die de kaart kopen. Om te weten wie heeft die foto gemaakt en wie steun ik eigenlijk. Ja. Heel direct. Deze kaart is dus gemaakt door Betty Weider. Ja, Betty Weider. Wat is het verhaal van Betty? Zij is een van de jongeren die van het project op de vuilnisbelt afkomt. Oké, dus zij werkte op de vuilnisbelt? Ja, en nog steeds af en toe. Haar vader die werkte regelmatig om het geld te verdienen. Haar moeder die is straatveger. Maar ja, Betty is inmiddels ook, hoewel ze pas 16 is, heeft haar middelbare school al afgemaakt. Dus het is een ontzettend getalenteerde, pintere meid. En ja, ik hoop dus echt dat ze met Fairmont dat genoeg geld kan verdienen. Onder andere met de verkoop van die kaart. Ja. Om nu een vervolgopleiding te kunnen betalen. Want daar hebben de ouders gewoon echt geen geld voor. Goedemiddag, met Peter den Hond van Fermocards. Hallo. Ik belde nog even kort om te bevestigen. We hadden een afspraak gemaakt voor vanmiddag dat ik even langs zou komen met een nieuwe Fermo kerstmolen. Ja? Prima. Nou, dan komen we dan die kant op en dan spreken we elkaar verder. Bedankt alvast. Dag. Hi. Hi, Janneke. Hi, Eline. Hi. Ik weet niet of je Fermo een beetje kent of van gehoord hebt. Ja? Of dat je weet wat we proberen te doen. Ik ken het wel. Jullie leiden jongeren op tot fotograaf. Klopt. En die foto's verkopen jullie hier. En de opbrengst gaat weer terug. Dat is heel goed samengevat, ja. Waar zijn de kaarten van gemaakt? Wat voor materiaal? Ja, van papier, maar wel FSC-gecertificeerd papier. De enveloppen zijn van gerecycled papier. Ja. En voor deze plasticjes die om de kaart zitten zijn van biologisch afbreekbaar maïszetmeel. Dus die zou je theoretisch kunnen opeten. Of composteren. Van een hond geven, Of aan de hond geven, misschien beter om eerst te groeien. Ja. Wat vind je van het project? Ja, vind ik erg mooi en wel inspirerend. Er zit voor de winkelier gewoon een mooie marge op. Dat hebben we ook bewust gekozen, omdat we gewoon ook willen bewijzen dat Fairtrade het is nog steeds trade rendabel kan zijn. Ja. Ja, ik denk dat we een kleintje wel en dan kijken hoe het gaat. Wie weet, als we zeggen, misschien is er even of een inruilmoment. Als we dan denken van nou, het loopt heel erg hard. Dan... Ja. Ja, dat vind ik wel mooi om te steunen en leuk om in de winkel te hebben. Ja. The lights are on our side. Driving out. Dus deze computer is voor jullie een soort van contactpunt met Peru en India? Het is de hotline. Ja? Zijn ze al wakker in? Zullen we even kijken of ze online zijn? Hey! Hola! Hola, Julie! Ja, dus deze kaart die je eerder hebt laten zien, die is dus gemaakt door Betty. De middelste meisje. Okay. Ja. Julie, haar kaart die ze genomen had, dat ze in Moyobamba had genomen, in het Nevelwoud waar we naartoe waren gereisd. En dat ze dus ook naar het hulp had gehad, niet alleen van vrijwilligers, maar ook van een marktkoopman die dat fruit verkocht. Dus op de achtergrond is de t-shirt van de marktkoopman met daarbovenop zijn sterfruit.
Hoe heet hij? Juan Carlos. Juan Carlos. Ja. Ik ben wel benieuwd waarom Juan Carlos dit zo leuk vindt om te doen. Omdat hij houdt van grafisch ontwerp, grafisch design. En zegt, ja, fotografie hoort daar ook bij, zeg maar, zo'n onderdeel van. En voor de rest helpt het mij en mijn familie. En daar bedoelt hij dan denk ik voornamelijk mee dat hij van het geld van Vermels het huis van zijn ouders heeft gerenoveerd. Ja. En zijn moeder die is heel erg ziek, dus die krijgt ook medicijnen uit zijn fonds. Mooi. Weet je waar ik nog wel benieuwd naar ben? Kun je ze vragen wat zij denken, wat ze nu zouden doen als dit project er niet geweest was? Oh ja, oké. Ja, dus ze zegt van als ik niet voor Verma aan het fotograferen was, was ik waarschijnlijk wel net al gestopt met mijn studie. En dan was ik nu wat voor een werk dan ook aan het doen, zegt ze. Maar dat bedoelt ze waarschijnlijk net mee het werk dat in haar omgeving het meest gebruikelijk is. Dus dat is op het vuilnisbelt werken.